Yo, Nintendo fans! Welkom bij weer een gloednieuwe Pokémon Crown Tundra video. En in de vorige video hebben we deze hele vette Articuno gevangen. De Galarian Articuno. Ik vind hem echt super vet, jongens. Doe een blauw duimpje omhoog voor Articuno. En vergeet niet te abonneren als je elke dag Nintendo video's wil zien. Maar dit is episch. Dit is episch. Ik heb net met Peony gepraat en die zei van... Ik voel me ijzig koud, maar ik snap het niet. Want het is niet eens zo koud. Maar dat komt natuurlijk door Articuno. Dat zijn super nice references naar de normale Articuno. Die een ijstype was. En nu gaan we naar de Isle of Armor. Wij gaan namelijk eens even kijken welke Pokémon er verstopt zit op de Isle of Armor. Is dat Galarian Moltres of is dat Galarian Zapdos? We hebben best wel een hele lange zoektocht gehad naar Galarian Articuno. Ik ben benieuwd of het ook zo lang duurt om een van die andere twee te vinden. Ja, en we moeten maar denk ik gewoon gaan rondfietsen en maar gewoon gaan kijken waar die is. En welke dat dan is. Of dat dan Zapdos is of Moltres. Ik ben heel erg benieuwd. Ik weet ook totaal niet waar die zou moeten zitten. Dus we gaan maar eens gewoon even kijken. Hallo, Buffalant. Ik denk dat die dus weer ergens zo rond moet vliegen of rond moet lopen. Net als Articuno, die je dan op een gegeven moment gewoon opeens tegenkwam in de Crown Tundra. Voorlopig zie ik nog niks. Oh, ik zie hem wel. Ik zie hem wel. Daar is die. Moltres. Yo, je bent er al. Holy crap. Kijk dan hoe vet. Kijk hoe vet. Daar is die al. Galarian Moltres. Oeh, let's go Articuno. Ik heb niet zoveel Ultra Balls meegenomen trouwens. Dat is niet zo heel handig voor mij. Let's go Psycho Cut. Oh, we kunnen hem daar niet mee raken. Oh nee, oh, ik denk dat mijn Moltres kansloos is. Ja, mijn Moltres... Of mijn Articuno, die is redelijk kansloos. Ik ben wel sneller, dus... Oh, maar nu doet hij Sucker Punch. Ja, dan is het gewoon einde verhaal. Holy crap, deze Moltres maakt geen grappen, jongen. Ik had me hier op zich iets beter op voor kunnen bereiden, jongens. Regieleki gaat hem wel pijn doen. En dan gaan we voor Electroweb. De Regieleki, die is ook sneller, dus dat is lekker. Kijk, oké. Net iets minder dan de helft, dus dit is nice. Alhoewel... Zijn speed is naar beneden. Nou, oké. Dit gaat misschien goed komen. Hij doet nu Nasty Plot. Daar ben ik nooit zo heel blij mee. Nog een keer Electroweb. Hopelijk is dit geen critical hit. Want anders is hij nu in één keer kapot. Kijk, dit is top. Dit is lekker. Moltres gaat nu berserk. Oh jee. Zijn special attack is nog verder omhoog. Oh, hij gaat straks zo hard mijn Pokémon slopen. Ik denk dat Moltres wel echt mijn favoriet is van deze drie Legendary Birds. Ik ben benieuwd wat jullie favoriet is. Is dat Moltres, Articuno of toch Zapdos? Terwijl deze eerste bal eigenlijk best wel goed ging... We hebben hem net niet gepakt. Ik dacht even dat ik hem gewoon ging vangen. Ik dacht even dat gewoon de eerste bal gelijk raak zou zijn. Maar helaas, de eerste bal is niet gelijk raak. Ah, en de tweede, die gaat hij gelijk uit. Hij doet nu Hurricane. En dat is best wel een sterke aanval. Zoals je ziet. Ik heb niet de meest logische Pokémon meegenomen ook volgens mij. Ik was veel te enthousiast om gewoon Moltres te gaan zoeken. Lekker bezig, Rick. 25 Ultra Balls heb ik nog bij me. Dus ik hoop dat ik hem met één van die 25 Ultra Balls nog kan vangen. Ja, als het zo doorgaat, dan gaat het wel even duren. Nou, we hadden in ieder geval Moltres wel iets makkelijker en sneller gevonden dan Articuno. Want dat duurde me toch lang. Oh man, ik ben verliefd op deze Moltres, man. Kom gewoon even mijn team joinen, man. Je bent een baas. Ik denk dat ik jou gewoon sowieso in mijn team zou willen doen, man. Je bent zo cool. Je ziet er zo vet uit met die vleugels van je en zo. Vroeger vond ik Moltres eigenlijk niet heel cool. Ik vond Zapdos en Articuno vroeger veel toffer. Zapdos was veruit mijn favoriet. Articuno vond ik ook leuk. Maar Moltres, daar had ik nooit zoveel mee of zo. Terwijl ik nu denk, Galarian Moltres is gewoon de tofste van deze drie vogels geworden. Dat is insane. Dat is insane. Vroeger was Zapdos dus mijn favoriet. Maar ik denk dat ik nu Articuno en Moltres allebei toffer vind dan Zapdos. Best wel grappig. Oké, let's go. Volgende Ultra Balletje. Kom op. Oké. Oh, wat is dit? Fury Wrath. Super effective. Op mijn Calyrex. En is gelijk het einde van mijn Calyrex. Ja, nogmaals. Ik denk niet dat ik de allerbeste Pokémon bij me heb. Niet voor deze Moltres in ieder geval. Let's go. Nog een Ultra Ball. Is dit hem? Is dit hem? Is dit hem? Nee, je gaat hetzelfde doen als Articuno. Die deed het ook gewoon altijd. Oh, en dit is niet chill, denk ik. Hurricane. It's not very effective, maar mijn Regirock... Ja, die heeft er toch wel aardig last van. Dit gaat helemaal niet goed. Ik ga denk ik even Iron Defense doen. Ik ga even mijn Registeel volledig defenden. En dan ga ik hem healen. Want deze Hurricane, die is niet chill. En ik wil gewoon even dat mijn Registeel gewoon even wat klappen kan incasseren. Dus gewoon lekker even Iron Defense, Iron Defense, Iron Defense, Iron Defense. Oh, en dan doet hij Fury Wrath. Ja, en dat is
volgens mij een special attack. Dus dat heeft dan niet zo heel veel zin. Oké, een hyper potion er dan maar bovenop. Even kijken of dit werkt. Want zijn special attack is nu super hoog namelijk. Die kan niet meer hoger. Ja, kijk, als hij dit blijft doen, dan schiet het natuurlijk helemaal niet op. Dan kan ik bezig... Wat? Wat? Oké, Moltres is een beest, jongens. Dat is duidelijk. Moltres is echt een beest. En hij gaat mij helemaal kapot maken, denk ik. Tenzij ik hem ga vangen met deze ultrabal. Maar dat gebeurt niet. Ik denk dat we een poging 2 moeten gaan wagen, jongens. Want dit schiet niet op. Oh, wauw. Poging 2. Ik zie hem daar gelijk vliegen, joh. Daar is hij gelijk. Hij vliegt hier over het water. Wow. Wow, waar ga je naartoe dan? Waar ga je helemaal naartoe, vriend? Oh, je komt nu gewoon daar. Ja, nice, 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 nice. Yo. Moltres, kom eens hier. Yo, wat vet. Hey, Moltres. Hallo. Moltres. Hallo, ik ben hier. Kom, 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 kom. Nee, Benelby, ik roep jou niet. Ik roep Moltres, precies. Oké, daar gaan we, jongens. Daar gaan we. Ik heb nu Calyrex even weggelaten. En ook Reggie Rock heb ik even weggelaten. Die heb ik even vervangen door andere Pokémon. Ik ben benieuwd of dat een goede keuze is of niet. Oef. Ja, dit is wel jammer. Kijk, zijn defense is nu iets lager. Dus ik kan hem nu niet verder aanvallen, want dan maak ik hem dus kapot. Ik moet straks even een andere Pokémon gaan kiezen die hem nog een klein klapje kan gaan geven, denk ik. Dit is jammer. Kijk, ik kan nu wel ultraballs gaan gooien, maar ja, dit is een beetje kansloos, denk ik. Ik denk niet dat dit hem gaat worden op deze manier. Zie je, hij gaat er toch veel te snel uit. Hij doet alleen maar nasty plot. Ja, dat... verhoogt zijn aanval, zijn special attack. Daar ben ik helemaal niet blij mee. Want dan maakt hij straks al mijn Pokémon weer in één klap kapot. Dus eigenlijk moet hij dit gewoon even niet doen. Kijk, nu komt hij weer met Fiery Red. En dat is gewoon het einde van mijn Regieleki. Die combi is echt te ziek. Nasty plot. En dat hij dan die move doet, die sloopt echt al mijn Pokémon. Oké, ik ga een gokje nemen. Ik ga Tri-Attack doen met Magnezone. En dan hoop ik dat ik mijn tegenstander dus freeze of paralyze. Maar ik hoop niet dat ik hem burn. Want als ik hem burn, dan gaat hij langzaamaan kapot. En dat is niet de bedoeling. Dus kom maar op. Tri-Attack. En het zou lekker zijn als we hem freezen. Dat zou het beste zijn, denk ik. Oké, er gebeurt niks. Ah, een beetje jammer dit. Misschien moet ik de volgende keer met Magnezone beginnen. Misschien is dat een betere manier om deze Pokémon te battelen. Alhoewel. Ja! Lekker! Zonder paralyzation, zonder frozen. We hebben hem gewoon gevangen. Lekker, man. Oh, ik had Calyrex trouwens wel gewoon meegenomen. Die gaat dan level up. Oké, dit ging een stukje sneller dan Articuno. Nice. En dan gaan we eens kijken wat de Pokédex over Moltres heeft te vertellen. Het is een Dark en een Flying-type Pokémon. En zijn aura, en dat zie je denk ik een beetje terug in zijn vleugels, dat ziet eruit als gesmolten vuur. En dat is waarom deze Pokémon Moltres heet. Ja, die referenties naar de oude versies van deze Pokémon, van deze vogels, vind ik echt heel cool. En ook hier staat dat we Moltres hebben gevangen. Inderdaad, op de Isle of Armor. Daar hebben we gezocht. We worden opgebeld door Peony. En Peony zegt piep, piep. Ja, ik ben het weer, Peony. Hoe gaat het? Wat? Je hebt Moltres gevonden? Nee, dat is bizar. Nu nog de andere Bird Pokémon gaan zoeken. Ja, maar dude. Ik heb hem al gevangen. Dat moeten we hem natuurlijk ook even gaan vertellen. Oh, en kijk hoe die achter me aanvliegt. Kijk dit. Dit is gewoon magisch. Wat je hier ziet gebeuren is Pokémon magie, jongens. Wat een ontzettend dikke, vette Pokémon ben jij, Moltres. Oh gosh, jij bent zo cool. Ik denk dat dit gewoon legit een van mijn favoriete legendaries ooit is. Hoe vet is deze Pokémon? Op een schaal van 1 tot 10. Wat voor cijfer zou jij geven aan deze Moltres? Ik zit denk ik op een 9,9, jongens. Oké, ik ga even kijken of hij me bij kan houden als ik ga fietsen. Ja, ik ben te snel, hè? Ik ben te snel, hè, Moltres? Ik ben te snel voor je, ja. Ik ben gewoon te snel. Laten we Peony even gaan vertellen dat we hem hebben. Zijn we terug op de Crown Tundra bij Peony. En die vraagt, ja, hoe gaat het, jongen? Nou, ik heb Moltres gevangen. Hij zegt, wat echt? Heb je Moltres gevangen? Dus dit is Moltres, de legendarische Pokémon die het symbool is van vuur. Ik zie de vergelijking, maar ik snap het niet. Want als ik hem aanraak, dan is hij totaal niet heet. Hij ziet eruit alsof hij zich meer thuis zou voelen bij die gasten in Spikemuth. Dus bijvoorbeeld bij Marnie. Ja, dat zou wel een lekker teampie zijn, ja. Maar Peony zegt, daar past hij beter dan in een vulkaan. Ja, goed punt. En ook hier in de Crown Tundra is die prachtig. Het contrast is mooi, man. Met dat blauw van de Crown Tundra en dan dat zwart en dat rood van Moltres. Ik kan hier uren naar kijken. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik zou gewoon heel deze Crown Tundra zo rond kunnen lopen en gewoon de hele tijd kijken naar Moltres. Ik vind hem fantastisch. Wacht, ik breng hem even naar de boom.
Ik wil hem even terugbrengen naar de boom. Want ja, kijk, bij deze boom begon het natuurlijk allemaal. En ik wil hem even gewoon terugbrengen. Ik wil gewoon even kijken hoe dat staat als deze vette Pokémon gewoon bij die boom vliegt. Ja, kijk, hier hoor je thuis, hè. Dit ziet er goed uit, jongen. Dit is een match. Hier begon het, vriend, bij deze boom. Wat? We kunnen ook schudden aan de boom? Dat ga ik nu niet doen. Dat ga ik straks doen als ik ook Zapdos heb gevangen. En dat gaan we doen in de volgende aflevering. Doe een blauw duimpje omhoog. Laat het hieronder in de comments weten of we na het vangen van Zapdos nog iets kunnen gaan doen. En vergeet sowieso niet te abonneren, want dan zie je elke dag nieuwe Nintendo video's. Dus druk op die abonneerknop. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!